Ja, dank u, voorzitter. Zoals bekend maken wij ons erg veel zorgen over de invoering, de mogelijke invoering van de digitale euro. We hebben van de minister een brief daarover ontvangen, van 16 mei. Dus veel dank daarvoor. Daar worden een aantal van de zorgen die niet alleen wij hebben, maar ook de Kamer als geheel geadresseerd. Alleen, ja, wat ons betreft onvoldoende. Het is ons ook niet duidelijk eigenlijk waarom die euro moet worden ingevoerd. En ik zou kort even een aantal citaten willen aanhalen uit die brief. En willen uitleggen waarom het, wat ons betreft, niet duidelijk is waarom dat een reden kan zijn om die digitale euro in te voeren. Dus ik begin even met het eerste citaat. Citaat: het kabinet vindt het daarom belangrijk dat er bij de ontwikkeling van de digitale euro nadrukkelijk aandacht is voor concrete toepassingsmogelijkheden waarbij de mogelijke voordelen vooraf duidelijk worden gemaakt. Oké, eens. Voorbeelden van toepassingen die momenteel worden onderzocht zijn person-to-person betalingen tussen twee natuurlijke personen en consumer-to-business betalingen voor goederen en diensten in een fysieke winkel of digitaal. Einde citaat. Dat is mijn vraag. Ja, dat kan nu toch ook? Je kunt nu toch ook geld overmaken naar een winkel, naar een natuurlijk persoon, naar een vriend, familielid. En dat staat ook in de brief. Want een ander citaat uit de brief: veel mensen vragen zich mogelijk af waarom een digitale euro nodig is, als betalen met contant geld of een pinpas op dit moment al prima werkt. Einde citaat. Dus dat is een vraag die we hebben. Dan wordt er verder op in de brief staat het volgende citaat: hierbij zou een digitale euro eveneens kunnen functioneren als alternatieve terugvaloptie in het geval van storingen in het girale betalingsverkeer. Einde citaat. Maar ja, zo ken ik het toch nog wel een paar. Want wat daar in feite staat is van ja, we moeten een terugvaloptie hebben op Europees niveau als het landelijk niet lukt. Ja, zo zou je dus ook voor alles kunnen pleiten. Ook voor een Europese, weet ik veel, brandweer, elektriciteitsvoorziening. Terwijl het nog nooit voor is gekomen bij mij weten dat het hele girale betalingsverkeer is uitgevallen. Een andere reden die wordt gegeven in de brief, ook weer een citaat. Daarnaast kan een digitale euro bijdragen aan diversiteit en innovatie in de financiële sector. Einde citaat. Ja, wat ons betreft is dat dus juist niet het geval. Want de digitale euro wordt heel waarschijnlijk een wettelijk betaalmiddel. Dat geldt niet voor andere digitale munten. Dat geldt niet voor de bitcoin. Dus je gaat al die andere munten eruit concurreren. Daar heb je maar één munt over. Dus het heeft niks te maken met innovatie en diversiteit. Dus het is precies omgekeerd wat ons betreft. Nou, en dan tot slot een vierde citaat. Het kabinet ziet mogelijke toepassingen van een digitale euro vooral op het gebied van een digitale vorm van contant geld. Nou, die zin heb ik een paar keer gelezen. Digitale vorm van contant geld. Dat klinkt als een contradictio in terminis. Zoiets als zwarte sneeuw. En dan staat verderop een digitale, ook weer een citaat, digitale vorm van contant geld. Dat is dan het citaat. En dan denk ik van, het is net zoiets als een vaste vorm van vloeibaar water. Het sluit elkaar uit. Een digitale munt is per definitie geen contant geld. En toch wordt het zo voorgespiegeld. Dus mijn vraag ook aan de minister is van, hoe moeten we dit nou zien? Hoe moeten we dit dan beoordelen? En overkoepelend, als ik dus die brief lees, en dat is de zorg niet alleen bij ons, maar ook bij andere partijen, het is niet duidelijk waarom die digitale euro nou per se moet worden ingevoerd. En ook zo snel. 28 juni komt het wetvoorstel, begrijpen we. Dat betekent dat in de zomervakantie komt het fiche. Nou, dan moeten we dat eigenlijk, nou, in de herfst moet het allemaal worden goedgekeurd. Want Lagarde heeft gezegd dat in oktober komt de ECB met een voorstel om dat in te voeren. Dus het gaat razendsnel. Het is helemaal niet duidelijk überhaupt waarom dit moet gebeuren. Ja, en dan gaan wij natuurlijk nadenken. Ja, waarom zou dit nou het geval zijn? Dan kan ik maar één reden bedenken. Dat is natuurlijk dat een digitale euro, wat ook al zo vaak is gezegd, het mogelijk maakt in theorie, maar ook in de praktijk, om een enorme mate van controle uit te oefenen. Het is centralisering in de ECB. Het maakt controle mogelijk. En ook al wordt het programmeren uitgesloten, technisch begrijpen, is het altijd mogelijk om zo'n digitale euro te programmeren. Dat is altijd een feature die je kan inbouwen. Dus helemaal. Voor we verder gaan, meneer Van Houwelingen, heeft meneer Slootweg een interruptie voor. Dank u wel. Ik denk dat veel van de vragen die de heer Van Houwelingen stelt, de toon is waarschijnlijk iets anders, maar het zijn ook wel inderdaad mijn vragen. Maar wel een beetje, daarna begint het punt van de veronderstelling en dan is er alsof het maar één weg is. Zouden naast de weg die de heer Van Houwelingen oppert van men wil het over meer controle hebben, zou het ook kunnen zijn dat er ook misschien andere motieven daaraan ten grondslag liggen? Of kan het alleen maar die weg en die reden en die aanleiding zijn bij meneer Van Houwelingen? Ja, dank. Goede vraag. Inderdaad, dat is wat wij kunnen bedenken, zou ik bijna zeggen. Ik sta open voor allerlei andere interpretaties. Ja. Het punt is alleen, alles lijkt erop gericht te zijn. En heel veel kenners merken ook op, zoals u ongetwijfeld weet, dat het fiat geldsysteem op zijn einde loopt. Dus stel dat er een grote financiële crash komt, wat ik niet hoop, maar wat veel mensen verwachten, vanwege al die enorme staatsschulden, ja, dan moet je natuurlijk een nieuw gecentraliseerd systeem hebben. Zo onlogisch is die gedachte, denk ik, dus niet. Dus vandaar dat wij dat hier opperen als een hypothese, omdat ik dus geen andere verklaring kan bedenken. Omdat de verklaring, wat ik net zei, die in de brief door de minister geopperd worden, ja, mij helemaal niet geloofwaardig voorkomen.
Dus dat is mijn gedachtetreintje, om het zo maar te zeggen. Meneer Slootweg in tweede instantie. Nou, dat vind ik prettig. Want de heer Van Houwelingen geeft hier een openheid. En hij zegt van ja, dit vind ik de meest waarschijnlijke hypothese. Maar ik geef ook wel ruimte dat er wellicht andere hypothesen zijn. En daar zou ik dan ook wel over willen nadenken en over willen horen. Nou, dat vind ik in ieder geval al heel erg veel winst in het debat. En laten we inderdaad kijken van of er misschien ook nog andere hypotheses zijn die daar aan de grondslag liggen. Dat klonk niet echt als een vraag. Meneer Van Houwelingen, gaat u verder? Ja, ik ga heel kort verder. En ik zal even mijn interrupties gebruiken om u die vraag straks te stellen. Dan kan u zich erop voorbereiden. Dus ik ben heel benieuwd naar uw hypothese daarover. Nou, helemaal tot slot, de laatste paar seconden. Een vraag aan de minister nog. Is die komst, dat in haar brief beschrijft de minister ook heel mooi, dat het uiteindelijk geen unanimiteit nodig zal zijn, hè, om die digitale euro in te voeren. Dus mijn vraag is, hoe waardeert de minister het Europese krachtenveld? Is het heel waarschijnlijk dat het er sowieso doorkomt, dat we het dus Nederland niet meer kunnen tegenhouden? En ja, in dat geval, want dat is dan even mijn concluderende opmerking, ja, dan zijn dit soort debatten ook ja, voor niets, hè, want dan wordt het toch doorgevoerd. En dat laat me weer zien hoe dubieus de hele Europese Unie is. Dank u, voorzitter.